Ja, naast me staat Luc Gielen, speler van het Nederlands team. Luc, gefeliciteerd met de overwinning. Malta kwam in het begin, kwamen jullie moeilijk op voorsprong. Uiteindelijk 19-11, wat is je reactie? Ja, dankjewel. We kwamen inderdaad wat lastig op gang. We hadden verwacht wat meer uit te lopen. Je ziet in de eerste paar minuten dat we een goede contra spelen, dat we redelijk makkelijk uitlopen. Daarna laten we toch wat steekjes vallen in de verdediging, wat verkeerde schuiffoutjes. En dan vliegen we een paar ballen makkelijk in helaas. Ja, dat is de schuld van de verdediging. Dus we hadden gehoopt dat iets dichter te houden, waardoor we kunnen aanhaken. Je voelt eigenlijk aan alles de hele wedstrijd dat wij boven de licht ploeg zijn. Met conditie, zwemmen, schotkracht. Ja, je merkt gewoon dat wij beter zijn. Toch hadden we een beetje moeite om er overheen te komen. En ik denk dat wij de derde periode hebben laten zien dat we toch zeg maar goed de wedstrijd terug inkomen. We hebben ons goed teruggeknokt. En daar hebben we toch een gat kunnen slaan, waardoor we wat rustiger konden uitspelen. Wat heel comfortabel was. Hey, als jongen van UZTC speel je hier in Utrecht in je eigen Kromme Rijn. Opgegroeid hier bij deze club. Speelt tegenwoordig bij Partizan in Belgrado. Is het leuk om hier weer terug te zijn? Ja, het is fantastisch om terug te zijn. Het is heel erg leuk om thuis te spelen in je eigen bad. Met al je eigen publiek. Ik ben hier natuurlijk inderdaad opgegroeid. En ja, de sfeer is hier heel erg goed. De organisatie is heel erg goed. Ik voel me hier heel erg thuis. Het is leuk om hier te polo'en. Hey, super, hey, gefeliciteerd. Succes morgen tegen de Fransen. En die gaan we pakken. Ja, die gaan we pakken. Hoi, ik ben Willem-Wouter Gerritsen en ik ben de coach van UZTC. UZTC zendt als enige in Nederland bijna iedere week live Eredivisie Waterpolo uit. Als je deze video nou leuk vond, vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En wil je echt nooit meer een livestream event missen? Zet dan de e-mail notification aan op onze subscription box. Maar deze was goed, hè? Subscription box. Ja, dit kent toch niet, joh. Hoi, ik ben Willem-Wouter Gerritsen en ik ben de coach van UZTC. We kunnen dit ook gewoon niet, hè? Hoi. Misschien was het anders. Hoi. Hoi. Als je deze video leuk vond, vergeet je de. Als je dit ooit ergens publiceert. Dan doen we het ook gewoon. Was dat hem?